Nee. Ja. 2 of 4. Jij bent begonnen, toen ben ik. Abonneer. Ik ben 3. Ja, wat zijn mijn idee? Voor mij begon het eigenlijk toen een jaar of 5, 6 geleden. Toen was ik op vakantie. En toen zag ik de Dutch DPO, het Dutch Pinball Open, een kampioenschap, het Evaluon van de Nederlandse Flippervereniging. Toen kwam bij mij eigenlijk alles weer terug van, oh ja, flipperen, dat is lang geleden, dat was in mijn tienerjaren. En toen ben ik me helemaal gaan inlezen in het pinball in Nederland. Want ik moest zelf 4 uur op en neer reizen naar Veenendaal een potje flipperen. En toen dacht ik van, daar ga ik iets mee. Toen heb ik in Eindhoven geïnformeerd van wie er met mij mee wilde doen. Toen hebben we met een paar jongens 040 pinball opgericht. En er zijn een paar flipkasten hebben we samen neergezet. Dat was vooral voor Facebook vrienden. Hij had op Facebook iets gezet dat je mensen in Eindhoven of die een flipkast hadden. En toen werd ik via werd ik erop geattendeerd. En ik heb al sinds 1995 een flipkast. En ik heb dus contact gezocht en ik was eigenlijk meteen enthousiast. En ik had ook meteen zoiets van, oh, ik wil meedoen, ik wil meehelpen. En Michiel hield het een beetje af. Nee, ik ben al met een aantal mensen bezig. En nee, doe maar niet. En, maar ik nodig je wel uit. En dat was dan de eerste uitnodiging. En op die avond hebben we elkaar leren kennen en we hebben plannen tegen elkaar uitgesproken op een gegeven moment. En keken elkaar zo aan van, dan gaan we het niet van elkaar afnemen, die plannen, want er waren hele leuke plannen. En de volgende dag kwamen we eigenlijk weer bij elkaar en zeiden van, hé, zullen we dan iets gewoon samen gaan doen? Tegelijkertijd kwam er een aanbieding op sectie C. En dan zijn we eigenlijk meteen ingevlogen. We mochten nog kiezen welke ruimte we konden huren. Ja, en dat is gewoon geweldig. Je komt hier gewoon in een warm bad. Sectie C is geweldig. Mensen helpen elkaar, staan voor elkaar klaar. Als je iets nodig hebt, heb je een besloten Facebookgroep. Je zet het erin en ze komen je helpen. Ze lenen je alles uit. Samen dingen maken. Het is gewoon, Sectie C is gewoon echt, is gewoon geweldig. We hebben van het begin afgesproken. Kasten moeten een bepaalde standaard hebben. Die moeten goed in orde zijn. En dat betekent dat wij altijd met een evenement of een bedrijffeest, dus bij ons altijd een technicus, in dit geval Rob, en ik ben een leraar en een host aanwezig geweest. En dat is een van onze twee. En ja, dan kun je het ook een beetje in de gaten houden, zeg maar. Maar wij vinden het ook vooral leuk om wat spelletjes te geven. Vaak mensen, als ze een arcadekast of een flipkast zien, drukken ze overal op. Ze weten niet wat ze moeten doen. Het is altijd fijn als je de basis uitlegt, niet te veel. Er zijn kasten bij, hè, die hebben een rule sheet, een regeluitleg van een handboek, zeg maar, van bijna 1000 pagina's, zoals de ECDC. Ik hou niet te veel van regels, zeg maar het enige bij ons is altijd van, ja, voorzichtig met drank boven een flipperkast, want vocht en flipperkasten, daar zijn geen vrienden. Als het een verhaal is, kijk, als je een kast hebt over Metallica, dan gaat het over de groep Metallica. En is het dus een rockband gerelateerde kast. Als je een, wat hebben we nog meer? We hebben een Spider-Man. Ja, dat gaat natuurlijk over de film The Spider-Man. En er zitten daar itempjes in van de Spider-Man. En er zit ook een spel in wat met Spider-Man te maken heeft. Dus elke kast is volledig anders. Er is een website die heet matchplay.events. En daarop voeren wij toernooien. Daar voeren we alle spelers in. Er waren hier spelers, de helft was ongeveer gerankt. En gerankt bedoel ik mee, die hebben een nummer gekregen van de IFPA, de Federatie van Pinball in Amerika, overkoepelende organisatie. En die kwamen hier dus ook om echt voor punten te spelen. En ons doel was natuurlijk ook om Eindhoven erbij te betrekken. Dus we hebben een format gekozen, dat heet Swiss Format, waarbij de betere spelers, maar ook de mindere spelers in één pot tegen elkaar spelen. Dus die kregen daarvoor ook punten. Nou, dat hebben we ook gezien in de resultaten bij de kwartfinales. Van de 8 zaten er nog 4 die eigenlijk onbekender waren en 4 gewoon hele goede spelers. En ja, dat is echt wel, daarin is onze missie eigenlijk wel geslaagd. Vroeger vond ik het heel erg leuk in de cafés staan, vond ik altijd wel van de flipperkasten, ja. Ja, dat was wel een leuk spel, maar het is lang geleden hoor. En dit is natuurlijk nostalgie om hier te komen kijken. En nu is het een stukje nostalgie. Rob is dan ook een zwager van me, dus dat is dan ook extra leuk natuurlijk om een keer te gaan kijken. Vroeger, en dan praat ik over de jaren 70, 80 ten opzichte van nu, hè, de, eigenlijk alles na 2000. Het grote verschil is dat er tegenwoordig veel meer software in de flipperkast gestopt kan worden. Dus de regels van een flipperkast, hè, wat je moet doen om punten te halen, welke modus je kunt starten, de soorten multiballs die je kunt spelen, is vele, vele malen complexer geworden dan vroeger. En daardoor is wat je kunt met een flipperkast, nu bij nieuwe kast die je koopt, is zo complex dat je vaak als gemiddelde speler niet eens alles wat er in die kast geprogrammeerd is ooit tegenkomt terwijl je speelt.
Terwijl op een jaren 70 kast kun je in 5 minuten alles wat in die kast zit tegenkomen. Wij denken dat de stad, denk ik tenminste, dat die groot genoeg is en veel tech-gerelateerde bedrijven. En in principe zat er tot vorig jaar dus eigenlijk niks in Eindhoven. En daar hadden we wel van, nou, dan moet wel iets liggen. Ja. Voordat je op een kast zou, voordat je een kast zou kopen, zou je dus op die kast even kunnen testen. Of je hem lekker vindt spelen, of, terwijl het niet een echte kast is, maar je kan even het spel leren. En dan, er zijn erbij, die hebben, hadden een digitale kast thuis. En die kwamen bij ons en zeiden, hey, deze heb ik thuis ook, digitaal. En dan gingen ze, dan konden ze meteen spelen. Maar ik vind ook de competitie gewoon heel leuk. Want ik speel nu dus van de 15 of 20 mee in een competitie. Elke 2 weken krijgen we 1 bepaalde titel die we moeten die we gaan beoefenen, zeg maar. En aan het einde van die 2 weken geef je de hoogste score, die geef je door. En dan wordt er een ranking gemaakt. Dus ik speel nu eigenlijk om de 2 weken tegen 20 andere spelers uit het land. Waarvan ik maar een paar in het echt, zeg maar, ken. En dat is digitaal flippen. Ze hebben zelfs, ze hebben bepaalde kasten van 30, 40 jaar terug, die hadden een bepaalde beuk, een fout waar standaard in die kast zat, dat een bal op een bepaald punt bleef liggen. Daar hebben ze digitaal, hebben ze exact zo nagebouwd. Dus je zit fout er gewoon in. Ja, en dat gaat zelfs zo ver dat in de flipperbal, zeg maar, als je die ziet over het speelveld ziet gaan, dan zie je ook gewoon de schaduw van de lichten zie je in die bal. Het digitale flipperen vind ik persoonlijk wat minder. Ik had zelfs vroeger een PC, daar praat ik over begin jaren 90. Daar had ik ook al een digitaal flipperspel op. Dat was natuurlijk totaal anders dan de 3D flipperspellen die je tegenwoordig digitaal hebt. Ik hou echt van de echte kast, het gevoel van een stalen bal, van echt fysiek, mechanica. Maar er zijn heel veel mensen die juist de digitale flipperen leuk vinden, omdat je in principe elke bestaande fysieke flipperkast kunt simuleren op een digitaal platform. En daar dus al die regeltjes, al die nuances, al die software van die moderne kasten kunt leren door op een digitale flipperkast te spelen. Een grote kast kunnen ze niet kwijt en die digitale die is een stuk kleiner. Ja. Het lijkt daardoor ook wel op kinderspeelgoed als je het eerste keer naar kijkt, maar dat is het niet. Maar het ijs is een stuk kleiner, dus hij kan makkelijker ergens geplaatst worden. Dat is het. Je gaat niet meteen voor de olie grillen, je gaat niet meteen voor de tekenpakken.